En ze gewoon goede, van goede huizen, dit, dat, ze zo. En ja, uiteindelijk begon ik iets te krijgen met een Finse tangaman. En ik kan jullie exact vertellen hoe het ging. Dus als je werkzaam bent bij je bedrijf, je hebt een bedrijfsuitje, toch? Logisch. Iedereen organiseert bedrijfsuitjes, maar hier. Hier was. We hadden wel kon je op bedrijfsuitje, zeg maar. Gewoon. Echt. Het was oud en nieuw. Het was oud en nieuw. Of met kerst. Een van die twee. Is gewoon, je weet toch, knallend het nieuwe jaar ingaan, dit, dat. Dus op een gegeven moment, ik had best wel stroom. Maar niet op die Vissa zelf. Maar ik had wel gewoon een beetje met haar gepraat. Uiteindelijk, ze slijt in mijn DM's. Of Facebook Messenger. WhatsApp Messenger. Ja, Facebook Messenger of zoiets. Ze slijt in mijn DM's. Maar ze komt echt met een gekke openingszin. Ik kan me niet meer precies herinneren. Maar ze wilde eigenlijk gewoon een beetje de temperatuur meten. Gewoon kijken of ik misschien bezet was of single of wat dan ook. Maar broer, zij gaf mij één vinger. Ik pakte gelijk die hele hand. Ik was Gaila motherfucker, snap je? Ik was Gaila motherfucker, dus ik sprong gelijk op die optie. En maar ja. Ja, vanuit daar niet echt een relatie gehad. Maar ja, wel gewoon, je weet toch? Ja, ze fixte mij, man. Zeg je eerlijk. Ze fixte mij. En zij was, ik denk, 31, 32. Maar weet je wat voor stout. Weet je, zij was stout. Weet je waarom? En ik zeg je gewoon eerlijk. Ik had nooit daarvoor zo'n type vrouw gehad. Zij was gewoon echt een stoutert. Gewoon echt een stoutert. Maar, beetje classy. Ze was classy op werk. Maar ze was gewoon stout. Gewoon in haar privé-tijd. Je weet toch? Gewoon een fitnessstangetje. Zag er gewoon goed uit. Goed. Ze was super. Ja, ze zorgde gewoon heel erg goed voor haarzelf. Maar weet je wat ze deed? Dus dan appte ik haar bijvoorbeeld een paar dagen niet. Krijg ik ineens een artikel, een foto van een artikel gestuurd. Ja? Weet je wat voor een artikel? Gewoon een soort van een magazine waarin staat: vrouwen uit Scandinavië hebben de hoogste libido. En dan zeg maar nog met zo'n emoji. Dus ze zei niet eens van: hey Wesley, hoe is het met je? Ze stuurt gewoon een pika, een foto van een magazine, een artikel. Waarin ze zei van: vrouwen uit Scandinavië hebben de hoogste libido. En dan zeg maar met zo'n emoji. Zo'n wink. Ik weet precies welke broer, gewoon de emoji ook stoute gewoon, hè. gyal. Gewoon de gyal. Gewoon de stoute gyal. En toen dacht ik van: ja, man, let's go! Snap je? Ik dacht van: ja, man! Laat me niet merken, hè, dat ze ineens een soort van nympho-achtige dame is.